dit is de beste verstopplek die je kan hebben in Hide and Seek, ik zweer het je. Jongens, zoek mij maar! Valt ik zit lekker buiten, normaal. Ginobotje ging uitvaren met een scheepje naar Zuid-Laren. Ja, leuk hè. Hallo mensen op Potgoed en tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Stefan, ik ben hier vandaag samen met Bortje. Want ik heb Bortje, want hij heet Gino. 1, 2, 3, 4, 5, Ik zie drie bordjes hier zo. Jij hebt één die helpt, ik heb eentje en je bent ook een bordje. Ja, gek. Waarom kan ik jou niet doodslaan? Omdat PvP nog uitstaat, omdat iedereen elkaar... Wacht even, zo kan iedereen volgens mij elkaar slaan. Ach. Oh, maar wacht. Dat geeft helemaal niet dat je elkaar kan slaan. Wel, dan gaat iedereen dood. Hé, er staat er iemand. Wat de hek? Hoe komt hij op deze vrachtwagen? Wat wij gaan doen, wij zitten hier in een hide and seek, want die gemaakt is door ons bouwteam. En dat zijn Elfje, Mant, Pipo en Roemer is een kip. En die hebben met z'n vier hebben ze deze map gebouwd. Ik ga even een fly aanzetten. Dit is een super grote McDonald's. We hebben hier een super grote KFC en we hebben een grote Burger King. Dat betekent dat iedereen lekker gaat eten. Oh, ik heb gelijk honger. Ik wil ook eten. God. Al heb je ook honger na het kijken van deze video, drop even een duimpje omhoog hier beneden op deze video. En abonneer op ons kanaal, ook hier beneden. Is gratis, doe dat eventjes, helemaal duimpje omhoog. Gewoon even doen, leuk. Gewoon doen. Laat voor 10.000 likes gaan, dan krijgt iedereen een gratis frietje. Gewoon doen. Hey, ik ben opgesloten in de vriezer. Hey. Je kan elkaar opsluiten daarbinnen. In ieder geval een grote McDonald's. Geheime ruimte zelfs, wat? Hey. Oké, die gaan we niet ontdekken. En we hebben hier dus een Burger King. Waar je ook in kan. Dit is like allemaal us, gesponsord. De tijd loopt nu. Je hebt 1 minuut de tijd om te gaan verstoppen allemaal. Kies een leuk restaurant uit waar het je lievelingsrestaurant is. Of verstop in het bos. Want we hebben ook nog een heel groot bos, zie ik. Heel veel druizen, heel veel eten. Ik heb honger. Ach, opname niet gestart. Geintje. Geintje, Peer. Potje. Oké, PvP staat aan. Niet mij slaan. Ik ben dan dood. Hè? Wat zeg je? Niet doen. Oh. Wij zijn... Ach. Oh, oh sorry. Ik heb kom. Ach, slaat hij me dood. Dikke geef dat je bent. Ach. Ah, dat moet dan ook gewoon. Oké, het is tijd. Dames en heren, wij komen jullie allemaal zoeken. Degene die als laatste overblijft, krijgt een koekje. We hebben geen enderpearls, Gino. Jij is eerste dood. Oké, we moeten zoveel mogelijk mensen zien te killen. Ik ga als eerste de McDonald's. Wacht. Ja, ik wou zeggen, kom. Wacht, Gino, kom eens hierheen. Oh my god, jij hebt iemand gevonden. Zie jij wat ik zie? Een paard? Wat is dat? Oh, kom je daar dan? Kom met de enderpearl dan. Nee, hier kan ik via binnen. Gast! Oh! Er zit hier iemand! Oh my god! Wat is dit? Plek, ouwe. Dat is echt toevallig dat ik dit zag. Dit is gewoon sneaky in de bus. Er zit een beer boven. Ik heb de beer gedaan. Overal zitten dus allemaal geheime verstopplekken. Laten we als eerst in McDonald's kijken, oké? McDonald's! Wie niet McDonald's. Weg is gezien. Ik kom. McDonald's mensen, jullie gaan er allemaal aan. Ik zie een kassis. Kiekeboe! Oh, die ligt hier nog een Big Mac! Oh my god. Jongens, allemaal komt naar de Burger King. Hoe heet dit? McDonald's. Hoe heet dit, zegt hij. Hey, ik zit Stefan. Wat? Wat is er? Doe eens open. Wat dan? Gozer, je wilt toch dat ik help of wat? Oké, maar dan moet je even op één plek kijken, oké? Kom. Ga eens daar in de hoek kijken. Hier gelijk naar beneden. Oh, hier is iemand. Hier is iemand. Ach, kijk naar links. Hier in de hoek. Links. In de hoek en gelijk naar beneden springen. Zonder te kijken, want er zit een verrassing. Het zit gewoon een lastig. Echt? Oh, jammer. Ik dacht dat ik hem vast had. Wacht, kijk nou hier goed dan. Ja, ik zit toch hier dan ook goed te kijken. Je hebt net iemand gedood. Oké. Oké, lijpe McD. Zo, dat was een houtskin. Mensen op de wc, sorry als we je storen. Er zat hier net iemand geshift. Hé, kijk nou, Gino. Gozer, kijk dan. Er zit hier echt super. Er zitten allemaal mensen met van die sneaky skins hier zo te chillen. Kijk dan, hier, Stefan. Hij zit vast hier. Oh, hier. Oh my god, knuppel. Ja, die had jij. Er is een bovenverdieping, kom. Er is een bovenverdieping in de Mac. Oh ja, je kan naar boven. Oh my god, dubbel Big Mac. Ik zie je nou, hoor. Oh! Ja, hoor, quarter pounder hier nog. Ja, ja hoor. Hier weer McDonald's. Ik heb er eentje. Gast, zitten zoveel mensen bij die tafels, hè? Daar moet je echt goed op letten, gast. Wat de heck? Er is hier een clown van de McDonald's. Een clown. Wist je dat die clown Alfred heet? Echt? Nee, natuurlijk niet. Gast. Heeft hij een naam dan? Dat weet ik veel. Weet ik wel die naam heeft. Jij moet het weten, gast. I'm a big fan. Oké, laten we uit de McDonald's gaan. Ik denk dat er niemand meer in de Mac zit. Laten wij naar het volgende gebouw gaan. En dat is de... De KFC. KFC. Nu denkt iedereen hem. Nee, nee, ze komen er niet. Of laten we eerst buiten zoeken. Zit iemand in het water, een Elmo. Echt? Oh my god, dat had ik niet eens gezien. Nee, daarom. Jij bent... Oh, kijk nou. Oh. Jullie zien dit? Het rode, daar zit hier iemand. Oh, er zit in dolf. Die is voor mij. Koekoek. Oh, nee, gast. Stefan. Je kilt mij.
Sean. Stomme knuppel dat je bent. Gaat hij ervoor staan? Kijk in F5, Stefan. Kijk in F5. Zie je daar mensen? Ja, ik heb hier weer twee. Dat is slim. Er zitten overal van die verstopplekjes, hè? Duh. Welkom in de keuken. Ja, er zit hier iemand. Kiekeboe, Elmo. Doe je Elmo? Hier zit ook iemand. Nee, grapje. Oh, zo. Wow, hier zit de QC bucket. Lekker, echt? Man. Oh, wacht dan even. Ik wil ook een beetje. Zo'n lekker bucketje. Kijk nou. Oh. Huh? Wow. Wow, yo. Waar gaat het helemaal heen? Oké, ga je die kant? Nee, kijk. Oh, wacht. Dit gaat helemaal. Ja, hier zit iemand. Hier zit iemand. Wat de heck? Waar gaat het heen? Pet. Ik ben de andere kant als jij weggaat, hè? Oh my god. Oh my god, maar, dit loopt dood. Dit is... Nee. Bij mij loopt het dood. Nee, het duurt voor mij komt uit bij de Burger King. Echt? Oh, laat mij ook komen dan. Ik heb honger. Kan het doodlopen? Dat wordt bij de Mac uit. Ik heb honger! Kom jij ook naar de Burger King? Ah, wauw, ik zit vast. Ja, kom eraan. Bam! Oh mijn god! Zo, kerel! Stond ik al een duikje. Die zag er echt niet aankomen. Sneaky hond dat je bent. Oh, ik viel per ongeluk in de gat waar ook iemand anders zat. Slash game mode 0. Ach, je! Leuk. Jij gaat mij niet slaan, serieus. Waarom zit er niemand in de Burger King? Ja, omdat ze een goede verstopplek hebben gezocht. Oh, wow. Overal zitten van die gaten in de vloer, ouwe. Ja, hoe gaan we ons iedereen kunnen vinden? We zijn op 1/3 zijn we pas. De roadborder gaat zo meteen misschien krimpen. Laten we naar buiten gaan, Gino. Oh, ik heb iemand gevonden. Oh, dit is zo'n sneaky plek, ouwe. Ga je mensen zoeken? Oké, laten we ieder voor zich gaan, ja, Stefan? Ja, laten we gewoon buiten gaan zoeken. Oké, ik ga nog extra. Als je bij de KFC boven gekeken? Ja. Nee, hè? Oh, ik heb twee mensen in één klap. Twee vliegen in één klap. Hoppa. Paard voor Sinterklaas. Maar kan je naar boven bij de KFC? Nee, toch? Nee, KFC boven is niks. Er zit zelfs een drive. En er zit iemand in de drive. Oh, mensen switchen van verstopplek. Ja, oké, we gaan lekker, Stefan. We hebben nog 1.5 tap. Maar waar zitten die allemaal? We zijn alle drie in de gebouwen geweest. Ik loop buiten rondjes en ik zie helemaal niemand. Ik zie niemand meer. We zijn pas op de helft. Mensen zitten in die bossen. Dit zijn de mensen. Ik ga de borden laten krimpen, ja? Ja, ik zit al in het bos, maar ik zie helemaal niemand. Er moeten toch mensen uit het bos komen, zou je zeggen? Ja, dan moeten we. Ja, ik zie wel iemand rennen uit het bos. Ja, je hebt hier zoveel plekken, hè? Ja. Boy, yo, jullie zitten gewoon achter de kief. Zie nog een hele gang. Echt? Oh, hier zitten mensen. Ja hoor. Ja hoor. Gadim. Oh ja, ik zit bij jou. Hé, hey, lelijkert. Hoi. Hé, hey, je ziet iemand. Gino, kijk. Zit iemand op die bus? Zit iemand in die bus? Oh my god. Oh nee. Ik ga bijna dood. Oké. Okay. Oh, twee mensen in de bus. Twee mensen. Oh, een busje. Ik ga dood. Ga eruit. Zitten mensen in die McDonald's? Ja, lekker. Ik zie ook mensen hier. Lekker. Burger King hier zo. Ja hoor. Oh, lekker. Oh, mensen moeten al die winkels uit. Ja, mensen zijn heel... Oh mijn god, kijk, ze liggen allemaal op straat allemaal. Oh nee, je kan hier nergens meer verstoppen. Hebben jullie allemaal lekker gegeten, jongens? Hebben jullie gegeten? Hoe komen er zoveel mensen nog uit die McDonald's? Hoe kan dat? Ja, echt, en uit de KFC gewoon 5 man rennen of zo. Wat? De KFC is zo klein, hoe kunnen mensen daar nou zijn? Er zit een gat in het water. Niet waar. Maar hier zit niemand nu. Er zijn nog 4 mensen over, hoe kan dat nou? Ik ga het water checken. Die zitten ondergrond sowieso, wacht. Pipo Power, een elfje, die hebben zelf de map gemaakt. Die hebben sowieso een sneaky plek gewoon gemaakt. Die hebben er eentje voor zichzelf gefixt. Ja, echt hoor. Want die wacht, ik ga naar die ondergrondse gang in de KFC. Ja, ze zitten ondergronds, denk ik. Waar? Hier toch? Zat toch een trapdoor of zo? Of is dat niet hier? Nee, hè? Ja, hier. Nee, huh? Dit is zo... Waar, huh? Dit is gewoon zo... Hier zat het. Waar, doe dit open. Oh, het zit hier zo, waar die chest in doen. Zit nog veel verder naar achter, joh. Hier zit het. Oké. Ik heb iemand gevonden. Oh nee, het is schaap. Ik denk dat hier mensen zitten in deze ondergrondse gang. Dat moet haast wel, want anders kan je nergens zitten. Ja, dat moet haast wel. Ik zit hier boven te kijken, maar hier is helemaal niemand. Nee, hier zit niemand. Nee, rot op. Oh, er zit iemand in de fontein. Oh ja, 2 mensen gekild. Wacht, laat maar kijken. Nee, ik heb ze al gekild. Ach. Die 2 bouwers zaten hier in de fontein, Stefan. Echt in dat hok wat jij zei? Ja, maar er is er nog eentje over, hè? Nee, niet in dat hok, een ander hok. Huh? Kom, kijk, hij is een houtskin. Wacht, waar zaten we? Kijk, hier. Hier, recht naast die paal. Oh, hier, gast. Ja, daar zaten de 2. Oh, maar ja, we missen er nu nog één. Hij zit hier binnen, volgens mij. Ik zag voor mij zijn skin. Hij heeft een houtskin, hè? Hij heeft een houtskin. Ik denk dat hij hier binnen zit, ouwe. Hij heeft een houtskin. Hij zit hier ergens gewoon te chillen. Als hij hier zit, dan heeft hij wel een goede keuze gemaakt. Wat? Dit is zo'n goede plek waar hij zit. Ik denk dat ik het weet. In de KFC heb jij een doolhof. Die is gemaakt van ooglogs. Hij heeft een skin van de ooglog. Nee. Wat de heck? Wat? Hoe kan dit? In de drive. Hebben we die gecheckt? Of is het geen drive hier? Drive is dicht. Ach, Barry. Hij is een houtskin. Hoe moeilijk kan het zijn? Oké, ik ga naar hem teleporteren nu.
Ik geef het op, hoor. Oh my god! Zit hij goed? Ja, ik kan je vertellen, hij zit net niet in de border. Oh mijn god, dit is echt... Ja, nee, dit gaat... Ik weet niet of ik dit wel gaat vinden. Is het boven de grond? Hij heeft ook... Hij zit bij hout en hij heeft een houtskin. Is het boven de grond? Wat? Waar zit hout meestal? Laat mij kijken. Hier zit niks. Hier zit niks. Hier kan je niet zitten. Warmer, dit warmer, is open. Warmer. Koud. Huh? Warmer? Er zit hier niet eens wat. Jawel, oh my god. Hij zit achter die boom. Are you kidding me? En ja, hij meen je dit serieus? Jij hebt wel gewonnen. GG voor hem, gast. Ach. Hij zit hier achter die boom waardoor hij geen damage krijgt. Wat een kerel. Dan kan ik het nooit vinden, jongen. Tabletmaster, GG. Hoe hij kan was de dit? Laatste. Oké, okay, we gaan dus nu de rollen omdraaien. De kijkers gaan ons allemaal zoeken. Het zijn een stuk of 50 en wij gaan ons verstoppen. Dus jullie laten allemaal op een andere plek gaan, oké? Oké, is goed. Ik weet precies waar ik ga zitten. Hoe lang hebben we? Totdat alle even stopt zitten. Okay. Ik heb al een goede plek, Gino. Dus jij mag zeggen als je Oké, ik heb ook een hele goede plek. Ja. Oké, ik ga de kijkers vrijlaten over 2, 1. Succes met zoeken! Oh shit! Oh shit, ik zie iedereen verspreiden over de map. Ik zit in de fontein. Nee, gast. Ja, ik ben al gevonden. Echt? Maar ze kunnen mij niet killen. Waar zit jij? Waar zat jij? PvP staat uit. Oh my god. Ja, ik ben gevonden. Waar zat je? Ik zat in het tentje aan de rand. Oké, te benen mij, maar niet vertellen waar ik zit, oké? Ik kwam me gelijk killen, rechtstreeks. Hij had geen twijfel. Niet vertellen waar ik zit, oké, Gino? Je gaat niet om mij vinden. Ben je hier legit gekomen? Ja? Oh shit. Weet niemand nou waar ik ben? Dit is de beste verstopplek die je kan hebben in Hide and Seek, ik zweer het je. Hun hebben geen Ender Pearls, hè? Ja, dat weet ik. Iedereen heeft een Ender Pearl gekregen. Oké, mensen gaan me zien. Ja, dit is geen doen, joh. Dit is oprecht geen doen, gewoon. Kan ik er niet uit Ender Pearlen? Nee, daar heb je ook niks aan. Oké, je bent er nu uit in 3, 2, 1. Jongens, zoek mij maar! Zoek mij maar, ik val ik zit lekker buiten de map. Oeps. Iedereen als een Enderpearl heeft gebruikt, dan... Sorry! Ik ben op de muur! Nou, oké, geintje, gaan we rondlopen beneden. Dus succes, doei! Oh, hallo, die brengt bij me de KFC, jongens, bij de KFC achter de KFC. Ik loop door de drive heen! Ik ga nu naar de Burger King! Deurburg achter de Burger King! Ik loop met Speed 10, kijk of iemand mij kan killen met Speed 10 aan, oké? Ga naar de Mac alvast, dan zei ik het van de Mac, dan komt hij zo langs. Oh, daar is hij nu net langs gekomen. Hij loopt gewoon een rondje rondom alle gebouwen en zo wat. Oh shit, nee! Holy shit, hier zijn heel veel mensen. Ja. Kijk uit, Stefan! People, kijk uit, party people! Wow! Rijken. Ik ga recht over de map heen, let's go! Recht door de fontein, hoppa! En weer langs de Mac Drive. Ik heb hem allemaal! Oh shit, ja, nu ben ik de Sjaak, Oh, niet eens. Oh my god. Even een rondje door de Burger King, kiekeboe. Nee! Nee, ik ben dood! Oké, shit. Gijs gekild! Shit, zoi! Oké, dames en heren, supergoed gedaan allemaal. Jullie hebben ons best wel snel gevonden. Sorry dat ik heb gecheat, het moest gewoon eventjes. Ik kon het gewoon niet laten om niet te cheaten. Mensen, drop een duimpje omhoog. Vond je dit een leuke video? Wil je meedoen aan onze opnames? Check onze Discord, link zit in de beschrijving. Zorg dat je de melding daarvan aan hebt, want daar laten we altijd weten wanneer we een opname hebben. Hey, een hacker? Oh nee, dat is Gino. Abonneer op ons kanaal hier beneden en bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei! Doei!